Hallo lieve mensen. Welkom bij een praatje over chronische huidziekte. Je hebt hier waarschijnlijk op geklikt omdat je psoriasis hebt. Misschien ben je op zoek naar een oplossing. Nou, misschien kan ik je helpen. Ik heb zelf al een tijdje last van psoriasis. En als ik er nu op terugkijk, hoe vervelend het ook is en was, is het eigenlijk een, zou je het kunnen zien als een zegen. Omdat het voor mij althans iets aan het licht heeft gebracht, wat best wel ver gaat. Ja, vandaar dat ik hier ook zit met een leeg paintblad voor mijn neus om eens wat te tekenen, te doodelen en uit te leggen. Ja. Kijk, we weten allemaal, hè, als we huidproblemen hebben, we gaan naar de huisdokter. Die zal eerst dingen gaan proberen. In de zin van voordat je doorgestuurd wordt naar de dermatoloog. Ik moest er in ieder geval op gaan staan. Ja, ik wil nu naar de dermatoloog, want trok het niet. Nou, kom je bij de dermatoloog. En ja, ik had het geluk dat ik een openhartige had, want hij gaf toe dat ze niet weten waar psoriasis vandaan komt. En trouwens, eczeem en zo, het is allemaal één pot nat. Oké, gewoon chronische huidaandoening. Die man die zei gewoon heel eerlijk, ja, we weten niet waar het vandaan komt. Vervolgens krijg je, om te beginnen, krijg je steroïde lotion. In mijn geval dat is. En ja, dan verdwijnt het wel. Als je, je smeert het erop en dan verdwijnt het wel. Maar als je ermee stopt, dan komt het gewoon net zo hard weer terug. En dan ga je de bijsluiter lezen. En dan komt het ook weer neer op wat de dermatoloog zei. Ja, dit pakt niet dat staat in de bijsluiter. Dit pakt niet de kern van het probleem aan. Het is gewoon een oppervlakkige manier van kortstondige oplossing van het probleem. Het staat ook gewoon keihard in de bijsluiter. Ja, dus voor mij 1 en 1 is 2. Dan weet je al dat dit niet het pad is wat je zou moeten willen nemen. Toch? Ja, wat schiet je nou naar mij op? Het is gewoon een pleister voor het bloeden. Maar het zal nooit oplossen. Het zal nooit klaar zijn. Ja, dus waar ben ik achter gekomen? Dat de huid in feite de derde nier is. En nu komen we gelijk tot de kern van het verhaal, want dat dermatologen niet begrijpen wat de huid doet en dat het een dumpplek is in feite voor de nieren, als de nieren niet meer goed genoeg filteren, dan wordt de huid als dumpplek gebruikt.
En dit geeft ook aan dat doktoren niet veel begrijpen over de nieren. Ze hebben sowieso geen holistisch beeld van het lichaam. Ze hebben allemaal hun specialiteit, maar. En om nog even verder te gaan, ben ik er ook zelf min of meer achter gekomen dat het ook een weerspiegeling is, je huid, van je darm. En dat is heel simpel om uit te leggen. Via je rectum. Je huid is je grootste orgaan. En we gaan nog even terug naar de dermatoloog. Je grootste orgaan. We weten niet waar het vandaan komt. Zeggen ze, ja. Ze snappen dus niet hoe dat grootste orgaan werkt. Nou, waar wou ik heen met die darmen? Die darm staat via de rectum in feite in verbinding met je huid. Het is gewoon ingeklapte, naar binnen toe ingeklapte huid. Dus als het daar binnen niet goed zit, dan gaat het daar buiten ook niet goed. En dat brengt ons op, ja, waar het uiteindelijk om draait. En dat is de voeding. En het mooiste voorbeeld, het recente voorbeeld daarvan is. We hebben Antoinette Herzenberg, mevrouw Rader, gezien over chemotherapie in combinatie met vasten. Dat het opeens zoveel malen beter werkt. Ja, dit vat ik op als ik draai het om. We hebben geen flauw benul van wat voeding met ons doet. Alleen we zien nu wel, als je stopt met voeding, dan verdwijnen je problemen min of meer. Dit komt gewoon omdat je stopt met het eten van voedsel dat niet voor ons gewervelde is bedoeld. We zijn primaten. En de primaten zijn fruiteters. Dat is gewoon een biologisch feit. Daar hoef ik niet over te discussiëren. We zijn geen omnivoor met 3 magen en 30 keer of weet ik veel hoe lang die darmen wel niet zijn om dat allemaal maar te kunnen verteren. Dat zijn wij niet. Dus ja. Bij deze komen we dus op het voedsel en de darmen voor psoriasis, eczeem, eigenlijk alle huidziektes. Let op je voeding. En je moet je darmen ook weer gezond krijgen. Je hebt jarenlang heb je vlees en zo gegeten. En die darmen die hebben op een donder gekregen. En ja. En wat ik wil zeggen over de. We zijn weg. Nou ja, maar dat maakt niet uit. Je hebt me nou gezien. Even kijken. Je moet het zo zien. Je bent als persoon. Heb je urine en je uitwerpselen. Nou, je uitwerpselen, dat is gewoon het restproduct van van je spijsvertering. Nou, moest even. Maar de urine, en dat is waar men misgaat, en dat is ook waarom een dermatoloog jou niet kan vertellen wat de nier, waarom het de derde nier is. Dat
De urine, dat is het lymfesysteem. Het lege van je lymfesysteem. Dus waar jij als persoon je drukje doet, doet elke cel in je lichaam, en dan heb je er 100 triljoen van, doet zijn drukje via de urine. Oké. Dus dat is perspectief. Daarom gaan we nu naar de cel. En dan heb je, geloof ik, in het centrum heb je iets en dan heb je van die DNA dingetjes allemaal. Dat moet je maar even opzoeken, die plaatjes en zo. Om de cel heen. Ik teken het nu hoor, maar het is gewoon om jullie uit te leggen hoor. Om de cel heen zit vloeistof. En ongeveer 20, 25. Oh jee. Ctrl Z. 20-25% daarvan is lymfe. Of lymfe is bloed. Wat is de overige 75-80%? Dat is lymf. En die lymfen die worden dus gefilterd door de nieren. Maar ja. De nieren raken een deel van hun functie kwijt als je te veel eiwitten eet. En dat is wat wij dus doen. Plus dat we... Ja. Te weinig fruit eten, want fruit is gewoon een schoonmaker. Dus als de nieren niet goed werken, dan wordt dit ook niet goed afgevoerd. En dan zie je dus cellen die bergafwaarts gaan. Tot met uiteindelijk, eerst wordt het infectie en uiteindelijk wordt het kanker. Nou, even kijken hoe lang we bezig zijn. 12 minuten. 13 minuten. Ik denk dat het voor nu wel even genoeg is. Ja. En als je vragen hebt, kom er gerust mee. En wie weet volgen er nog meer filmpjes. Gaan we er dieper op in. Want ja, het lijkt allemaal heel simpel. En het is het ook. Maar het is simplexiteit. Dus het is... complexe simpelheid. Het is niet zomaar even allemaal te overzien. En ja, ik hoop dat jullie dit goed opvatten. Er zullen ook mensen zijn die zeggen, ja, dit is niet voor jullie dan. Dus ik zal me sowieso focussen op mensen die wel openstaan voor ja, oplossingen op je huidproblemen. Dus bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Bye.